Nou, we zijn weer op de Beurs Klassieke Schepen en u ziet dat Lugger Bounty eindelijk het grootzeil gezet heeft, want we hebben hier natuurlijk een ervaren bemanning aan boord. U ziet schipper Sytse Bergsma en de fokkerist Albert Vanderhaven. En Bounty krijgt de sporen en ze heeft er duidelijk zin in. Het is natuurlijk een klein havenkommetje hier, maar we hebben eigenlijk de hele dag onder fok en druil gezeild. Maar uit promotioneel oogpunt is toch besloten om het diepgereefde grootzeil te zetten. En dat kunnen ze best hebben, zo te zien. U hoort, ik ben sprakeloos, maar dit heeft ook te maken met de prachtige lijnen van de Lugger, die hier nu in vol ornaat op ons afstevend. Het is echt een mooi bootje. Maar om hier nou mee naar Australië te varen, hey gasten, hoe gaat die daar? Oké dan. Het is een enorme hekgolf. U ziet het bewegen. Oké, daar gaat hij weer. Op de achtergrond de dromedaris. En de jotter. En de sprinter zonder toilet, dus niet te veel thee drinken aan boord. Ik moet zeggen, het is een stuk makkelijker om een bootje te filmen als je aan de kade ligt, dan als je met handen en voeten ook nog de schoten en het roer moet bedienen. Oh, sorry, verkeerde knopje. De machine, het team, op elkaar ingespeeld. Hup, pats, en daar gaat hij weer. Ik had u graag de dromme toeschouwers willen laten zien die op de kade staan, maar dat is even lastig op dit moment.
Dit was Trieste 22 Doeltje Bella vanaf de Beurs Klassieke Schepen 2012 in Enkhuizen. Trieste 22 Doeltje Bella. Stop.